gewoon nog andere wat? Dingen neerlekt. Nou, dan nog 426 gigabyte zo had ik in totaal van alles verkloot. Oh my god! No, had wat je. Dat ging uit, Legend wisten dat hij hem had. Oh shit, skills. Weet je wat de meeste skills zijn? Nou zo, ja, oké. Okay. Wat? No. Dat is perfect op de bal. Dat was toch mooi op de bal? Ja. Dus is het van jij die daar nog achter. Ja. Nee. Dus is van jou die daar nog achter. Ik heb hem niet geraakt. Otherworld, Otherworld, de trot! Wat? Er gaat met Nina Lukaku die random diep liep. Jee! Anders was het toch penalty. Meneer, dus ook echt een heel random ratslag. Oeps, dat was niet de bedoeling. Ik heb hem geblesseerd. Ja. Mooi, hey, dat moest je ook niet doen. We hebben nog een rode kaart. Shit. Let's go. Let's go voor 3 rode kaarten. Oh my fucking god. Dit is fucking bullshit. Oh, het is niet eens penalty. Wat ik ga doen, Dembele al sowieso aan Meunier. Twee verdedigers. We zijn uit de fuck, man. Nee, ik heb... Maar allee, meen je dat? Ik dacht dat het penalty was. En dan scoren ze toch nog uit de vrije trap. Nee, ik ga! Oei. What the fuck? Hoe schieten ze zo goed? Hé? Hé? Hoe schieten zij zo goed? The fuck? Maar we nog één potje dan. Nog twee. Maar Hema, hierna ga ik toch stoppen, denk ik. Maar Hema, waarom? Check hoe goed dat zij schieten. Maar dat was dus echt bullshit dat ze hem daar hebben gescoord. Kom, we worden kampioen met 9. We worden kampioen met 9. Als hun team niet zo goed zou kunnen schieten. Maar zie hoe goed ze schieten, man. What the fuck. Courtois, man. Maar alleen, en de bal gaat ook gewoon niet terug naar achter of zo, hè? Te haal. Dit is echt bullshit. Ah, nog gelijk, man. Ah, nog gelijk, man. Maar lee, mohol. Dat is toch wel rood, hè? Nu is 9 tegen 10 op, gelukkig. Maar lee, dat is echt stom, hè? Dat was onze kans op de hole. Ja, maar je heeft nog... Oké, ja. Oké, ja. Oh, oké, ja. Heeft hij rood? Ja, hij heeft rood, Ja maat, dat hij heel rood wordt te halen, ik ging gewoon rage quitten. Doe ik het even normaal, Gini. Ja. 4-4, 9 tegen 10, 9 tegen 10. What the fuck, 4-4. Wat een Mongolische match is dit eigenlijk zelfs? What the fuck? 3 rode kaarten. 8 holes. Dit is de meest vuile. Brain heeft had it. Kerel, dit is sweet. Dit is de. Oh, nu niet tegen Holland, anders zijn we helemaal fucked. No. Ik ga naar het midden. Nee. Ja, oké, man. Oh, wat? Als we nu verfij hebben. Oh nee, we hebben geen verfij. Stel voor dat we nu verfij hebben door de kaarten. Oh, maar dat is echt de meest vuile match ooit, haast. Ja, maar als ze er nu in trappen. Wat? Wat in de fuck? Wissel, Torre. Wat jij erin?
Hey, is... spits, fuck it. Heb je nog een verdediger op de bank? Nee. Oh shit. Rip. Huh? Oh my fuck. Goed de hel. Ja, maar als, ja, als hij al... er nu is, het. Wow. En nu naar voren, nu naar voren, nu naar voren. Oh my god. Nee, waarom loopt hij weg? Ja, je fucking rich shit. I'm back to get a touch and get involved in the game. Striding forward purposefully. Maar echt, nu mogen we geen goal tegen krijgen, anders zijn we echt fucked. En drie mensen geschorst. Voor zonder reden. Nee, wat was dat, man? Yes. No. Ja, wel, wat moet... Parkeer de bus. Oh, Courtois is een fucking legend. Nee, wat doe je? Nee. Oh, Oh, nog kunnen winnen! Yes! What the fuck? Maat spelers! Oh my god! Dat is fantastisch! Waarom? We winnen maar 8 tegen 10. Dit gaat echt in de geschiedenis als de vuilste online match ooit op FIFA. In totaal 4 rode kaarten. Het was like 8 tegen 10 en fucking 4-4. We zijn kampioen ook. Ik wil die scène. Eigenlijk, staan er nu minder mensen op dat podium omdat iedereen een rood heeft gekregen? Ja, je moet gekregen. Wacht, wie heeft de rood gekregen? Dembele draait eens op. Iedereen is erbij. Ja, iedereen. Dembele is er niet. Wie nog? Vertongen is ze. Ja. We staan met Berwijn erop. En Alderwereld. Hey, we zijn kampioen met 8 man. Yeah. Ik hou hier echt van. Hoe de fuck hebben we net gewonnen? Maar ik ga hier nog. Ik ga stoppen. Oh, maat. Kom maar, nog een match. We zitten nu in die winning. Oké, ja, maar ik moet elke eerst pissen en holy. Maar gast, hoe hebben we gewonnen? We zijn letterlijk, hadden we nog één rode kaart gekregen, dan waren we 5-0 verloren. Of 3-0, kun je niet. Hoe houdt hij de beker vast, man? Ik ben nog aan het kijken. Ja? Hij heeft de beker niet eens vast, zijn handen zitten er like 10 centimeter van ofzo. Maar fucking. Weet je, met de brain en al die... Ja, maar wat joh, dit is... De kerels moeten toch ook echt massa's pist zijn? Ze zijn like verloren tegen een team die fucking 8 spelers had. Goed dan. Like, wedstrijd overzet. 23 schoten tegen 22 schoten. 14 op doel tegen 13 op doel. 55 tegen 45. 10 tackles tegen 6 tackles. 6 overtredingen tegen 1 overtreding. 1 hele kaart tegen 0 hele kaarten. 3 rode kaarten tegen 1 rode kaart. 0 blessures tegen 2 blessures. We hebben er 2 geblesseerd. Bijna klaar. Love deze shit. Oh, maar dit is fantastisch.